liefde, ravotterij, veel deugnieterij, af en toe een keer een gebroken arm, een serieuze schaafwonde of een verstuikte enkel, maar bovenal vriendschap voor het leven. Dat is Giro Blande voor mij. Gedurende 10 dagen bouwde Giro Blande hier een heuse Romeinse nederzetting neer. Zoals steeds begon het Girokamp pas echt wanneer honderden leden toekwamen op onze kampwei en vol kriebels in de buik en enthousiasme klaar waren om er weer een spetterende 10-daagse van te maken. De vraag van vandaag, hoe was de tocht naar Girokamp? De vraag luidt als volgt. Sportdag. Een dag waarop jongens echte mannen worden en meisjes echte vrouwen. Maar ook de leiding wordt op deze dag aan een heuse battle onderworpen. De momenten waarop een rakker een aspie neerhaalt of een kwik een tipteam voorbij sprint, staan in ieder Giro Blande geheugen gegrift. Ik ben gewonnen! Yeah!
Op het einde van de sportdag, nadat de leden zich een volledige dag bewezen hadden, was het tijd voor de leiding om zich te bewijzen in een wedstrijd. Zoals iedereen aan zijn kleine teen kon voelen, beloofde dit weer een epische strijd te worden. Leven op de kampen, dat is voor mij het allerleukste. Het moment waarop je het eetlied wordt aangaan en je over de hele bij, van jong tot oud, kinderen, leden en leiding, ziet stappen, dansen, springen, tuimelen naar de eettent. Dat is gewoon fantastisch. Daarna zingen we allemaal samen uit volle borst de mooiste Giro-Blanden-klassiekers en smullen we van de allerlekkerste maaltijden. Halverwege het Girokamp. Tijd voor groepsdag. Toch wel de enige echte Giro-Blanden-klassieker bij uitstek. Een dag waarop snode plannen gesmeed worden en sabotage en vuile trucken de tweede natuur worden van elk lid van Giro-Blanden.
kijken we vol spanning uit. Zou het dit jaar Palouse Parade zijn of niet? Wel, afgelopen jaar hadden we heel veel geluk. De Palouse Parade was weer fantastisch. Een avond waarop iedereen vol plezier samen danst, springt, geniet van een lekker drankje en uiteraard weer van elkaar. Donderdag. Tijd voor de kleinste om op dagtocht te gaan en voor de oudere leden om op het tweedaagse te gaan. Na twee intense dagen is de kampwei weer herenigd. Weer tijd om voor Aspies en Kiekeboes om samen over de kampwei te huppelen. Dat is dus ook het uitgelezen moment om de banden extra te versterken. Dit doen we met de bezinning. Activiteiten. Er is weer een open bas met emotionele muziek voorzien. Voor de mensen die nood hebben om nog meer te reflecteren over het kamp, zijn er ook stellingen voorzien die ze kunnen gaan halen bij TP. Daarbij is er ook nog malaxatie bij Verre en Pieter om even één te worden met jezelf. En dan kan je ook nog gedichten komen lezen bij Elliot, Quinn en Jacob. En dan gitaarliedjes zingen met Erik. Dan heb je veel plezier. Helaas komt aan alle mooie liedjes ook een eind. Zaterdag, de voorlaatste dag, bouwen de kerels een heus kampvuur en oefenen alle andere leden voor een leuk toneeltje of dansje. Keep it real for the people.
En dan zit het kamp erop. Na het kampvuur is het tijd om naar huis te gaan met een rugzak vol fantastische herinneringen en verhalen die ons voor altijd zullen bijblijven. But we've been